Bailey wil graag de poepgaatje in beeld. Ja, vindt ze leuk. De Giovanni Straight Fast Straightening Elixir. Ik vind hem zo mooi! Hallo jongens, het is donderdag. Ik heb net mijn make-upje opgenomen en ik ben nu aan het bewerken, want ja, vloggen is leuk. Het is al heel wat om te bedenken wanneer neem je op en wanneer neem je niet op en wat neem je op en wat neem je niet op en vervolgens heb je natuurlijk al die video's die je hebt opgenomen en moet je dat allemaal gaan uitzoeken. En dan moet je het ook nog allemaal gaan bewerken, want één video kan soms wel een half uur lang zijn of langer. Nou, daar moet dus heel veel tussen uitgeknipt worden, dus dat is heel veel werk. Dat noemen ze editen. Ja, dat noemen vloggers editen. Dus ik ben aan het editen. Ja, dat moet ook gebeuren. Anders komt er geen vlog. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik ga nu beginnen om de video te editen van mijn avond skincare routine. Want die wil ik er als eerste op hebben. Omdat het in de volgorde dan ook klopt. En ik had ook gezegd, weet je, vanavond ga ik dan de rest doen. Nou, dat heb ik opgenomen. Dus ik vind dat dat dan de volgende video moet worden. De video daarna weet ik nog niet of dat de vlog wordt. Of ik heb namelijk net mijn make-up dus opgenomen. Het zou kunnen dat ik eerst de make-up doe. Maar ik denk dat ik daarna eerst de vlog doe. En dat dan de volgende video het make-upje wordt. Trouwens, dit is geen vlek. Dit zijn haren. Ik heb hier dus allemaal korte haartjes. Echt super, super, duper kort. En die gaan soms een beetje gek naar voren zitten. En dan lijkt het net of ik hier zo'n vlek op mijn voorhoofd heb. Maar dat is schaduw van al die haartjes. Ja. Anyway. Ik had Bo ook nog even gesproken. Want we hadden allebei een beetje een dip qua vloggen. Elke keer toch of te veel opgenomen, wat weer veel te veel werk is. Of te weinig opgenomen. Ja, het was een heel gedoe elke keer. We zaten allebei even niet zo lekker in onze flow. En ik ga wel gewoon door. Maar goed, ja, we hebben nu een beetje zitten bespreken. We willen allebei weer een beetje een ritme in ons leven. Ik wil een ritme en een soort routine voor mijn ochtenden en avonden. Want het gaat momenteel gewoon niet lekker. Ik lig vaak te laat op bed. Zelfs Kai ligt soms te laat op bed. De ochtenden zijn in eerste instantie best wel gestresst. Vervolgens heb ik vaak dat ik maar niet film omdat ik er weer zo slonzig bij loop. Dat kan en moet gewoon anders, want ik voel me er gewoon niet prettig bij nu. Voor de hersentumor had ik alles zo goed voor elkaar. Ik maakte elke dag wel iets schoon. We lagen altijd op tijd op bed, we aten op tijd. Alles had ik gewoon goed voor elkaar en dat werkt voor mij het beste. Ik heb ook nog eens ADHD en ADD. Voor mij werkt het beste als ik een soort van routine heb. Voor bepaalde momenten in ieder geval. En in mijn geval is dat voor de ochtend en de avond. De middag daarentegen, die ga ik niet echt inplannen. Want het is heel belangrijk om ook momenten op een dag te hebben waarop je even niks hoeft. En welk moment dat is, maakt niet zoveel uit. Maar die momenten zijn ontzettend belangrijk. Ik zet jullie even neer.
Zulke momenten zijn wel ook ontzettend belangrijk, want we stoppen onze hersenen vol met informatie, met muziek, met beeldschermen, met gesprekken met mensen, met alles. Alles wat je op een dag meemaakt en doet, elke handeling, we stoppen onze hersenen zo vol, we krijgen gewoon bijna geen rust. Nou, daarvoor is natuurlijk het mediteren. Ik doe zelf dan de Vipassana meditatie. Staat ook achter in mijn boek hoe je dat moet doen en hele uitleg en waar het goed voor is en nou, bladibla. Maar het is ook gewoon belangrijk om momenten op je dagen te hebben. Eigenlijk elke dag moet je gewoon een bepaald blok hebben waarin je even niks hoeft. En als je dan zin hebt om iets te doen, prima, dan ga je dat doen. Maar niet omdat het moet. Nou, voor mij is dat dan de middag waarop ik zoiets heb van, daar plan ik gewoon even niks in. Ten eerste heb ik daar vaak tijd nodig voor Kai, die heeft ook aandacht nodig. En ten tweede, ja, op de middag heb ik ook gewoon iets minder wat moet. Ik wil de ochtenden gebruiken zoveel mogelijk om te editen, eventueel ook wat te filmen, maar dat doe ik soms ook 's middags. Soms heb ik gewoon, oh, ik pak hem er even bij, weet je, en dat is dan ook prima. Maar het moet geen moeten zijn in de middag. De middag is bij mij gewoon een blok wat ik afgekaderd wil hebben van, weet je, wat gebeurt, gebeurt. En ik heb in ieder geval geen dingen die moeten. In de ochtend wil ik gewoon een bepaalde routine hebben dat, nou ja, 's ochtends voordat ik Kai naar school breng, heb ik gewoon geen puff nog om bijvoorbeeld op te maken en dat soort dingen. Maar dat kan ik wel doen op het moment dat ik weer terugkom. Dat ik de hond uit heb gelaten en Kai naar school heb gebracht. Dan moet ik me gewoon even klaarmaken. En mijn probleem is momenteel dat ik 's ochtends vaak even ga slapen. Omdat ik weet dat ik anders 's middags helemaal inkak en ontzettend moe kan zijn. Ik zat net ook even op de bank nadat ik gefilmd had. En mijn ogen vielen bijna dicht. Ik had het idee dat ik zo zat. Dat ik gewoon half schil aan het kijken was. En ze vielen gewoon echt bijna dicht. Ik ben nog steeds wel moe. Maar ik heb nu wel zoiets. Ik wil toch wel even verder om in ieder geval vast iets te bewerken van de volgende video. Ik moet over 3 kwartier Kai ophalen. Dus ik heb niet lang. Normaal gesproken begin ik er dan niet eens aan. Ja, ik ben wel zo. Als ik aan een video begin, dan wil ik hem ook af kunnen maken. Dus normaal gesproken ga ik pas zitten als ik weet, oké, nu kan ik 2 uur lang of zo kan ik bewerken. Dat is wanneer ik ga bewerken. Zo doe ik het ook met schilderen. Zo doe ik het met alle dingen die ik doe. Als ik weet, er zit even tijd in. Voordat ik eraan begin, wil ik weten, ik heb nu die tijd heb ik. En dat is met bewerken ook zo. Maar goed, we zijn dus allebei een beetje aan het, ja, rommelen en kijken van, goh, hoe kunnen we voor onszelf een beetje routines in onze dagen krijgen. En bij mij nogmaals is het dus belangrijk dat ik iets van een ochtendroutine krijg en een avondroutine. En de avondroutine is met name voor Kai. Dat we op tijd eten, dat hij dan nog even of in bad kan of kan douchen. En dat hij dan op tijd naar bed kan. Dat ik daarna bijvoorbeeld de vaatwasser even kan doen. Dat ik ook nog even rustig kan zitten misschien. Want dat doe ik ook eigenlijk nooit. Ik kijk bijna nooit meer tv of wat dan ook. Ik heb gewoon even wat routines nodig. En daar heb ik momenteel gewoon moeite mee. Sinds ik in het ziekenhuis heb gelegen, je moet je bedenken, voordat ik in het ziekenhuis kwam, deed ik altijd alles zelf en alleen. Altijd alles. Ik had geen hulp. Ik ben natuurlijk al 7 of 8 jaar vrijgezel. Dus ik had ook geen partner. Dus ik doe alles alleen. En dat ging altijd zo ontzettend goed. Ik had het gewoon voor elkaar. En bam, die hersentumor kwam. Ik heb 2 maanden in het ziekenhuis gelegen. Dus ik heb letterlijk alles uit handen moeten geven. Mijn zoontje heb ik uit handen moeten geven. 2 maanden lang. Terwijl wij dag en nacht samen waren ook nog. Ja, maar mijn zoontje en de hele zorg voor hem heb ik uit handen moeten geven. Al mijn regeldingen heb ik uit handen moeten geven. Ik heb letterlijk, zelfs mijn Facebook had ik deels uit handen gegeven. Dus de eerste 2 maanden heb ik zoveel uit handen moeten geven, wat ik niet gewend was.
toen ik daar weer uitkwam en weer alles zelf moest doen, was dat wel even slikken. Ik was het niet meer gewend na die 2 maanden. Nou, het ritme wat wij daarvoor hadden was perfect. Perfect! Alles ging mooi op tijd. Hij lag altijd mooi op tijd op bed. We aten op tijd. We aten goed. Het ging perfect. En daarna was het gewoon weg. Het was weg. En nou, daar komt dan natuurlijk bij de vermoeidheid die je overhoudt van de bestralingen. In eerste instantie ook van de chemo. Maar goed, dat ebt wel een beetje weg. Weet je, dat is wel wat ik nu voel, zeg maar, qua vermoeidheid, vergeetachtigheid, dat soort dingen, komt gewoon door de bestralingen en door het feit dat je geopereerd bent in je hersenen. Daar komt dat door en daar kom je ook niet meer van af. En dat is prima, daar kun je mee leren leven. Alleen, ik merk gewoon dat het voor mij onwijs moeilijk blijkt om weer terug te komen in een soort van ritme. En het hoeft niet exact hetzelfde te zijn als daarvoor. Maar op zich, de routines die wij hadden samen werkten wel perfect. Dus we zitten daar allebei even mee te spelen momenteel. Van hoe gaan we dit aanpakken? En daar zit het vloggen natuurlijk ook bij in. Het bewerken hoort erbij. Alles wat je dagelijks doet of af en toe doet, hoort daarbij. Het zal vast voor sommigen herkenbaar zijn dat je zoiets hebt van, het loopt gewoon net even niet smooth of zo. Er moeten gewoon even wat dingetjes een beetje anders op mijn dagen, want het loopt gewoon even niet zo lekker. Of ik loop achter de feiten aan. Of ik denk dat dat heel herkenbaar is voor velen. Nou, wij zitten daar dus ook middenin. Dus daar zitten we af en toe even over te brainstormen. Dus ik ga nu wel even bewerken, want anders krijg ik te veel. En ik wil dus niet verder filmen nu, want ik kan het niet kwijt op mijn laptop. Daar kunnen maar zoveel filmpjes op en dan zit die gewoon weg vol. En ook op mijn camera kan ik nooit te veel kwijt. Dus ik moet gewoon, op het moment dat ik denk, nu heb ik een video klaar, moet ik hem gaan bewerken en dan moet ik hem eraf halen. Dus dan moet ik zorgen dat hij geüpload is al, want dan moet ik alle filmpjes verwijderen, anders kan ik de rest niet kwijt. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. En daarbij wou ik gelijk zeggen, welkom in weer een nieuwe vlog. Ik ga nu verder met bewerken en ik zie jullie later weer. Doei! Goedemorgen! Jongens! Het is donderdagochtend. Het is hier nog een teringzooi. Nou, het valt wel mee, maar de afwas van gisteren staat er nog. Kijk, de pannetjes. Ja. Het is donderdag. Kai heeft geloof ik iets van modderdag op school. Dus ik ben benieuwd hoe die thuis gaat komen. Ik wilde gisteren vroeg gaan slapen, maar dat is me niet gelukt. Zoals jullie hebben kunnen zien, had ik meerdere video's opgenomen. Dag skincare, avond skincare, een vlog. En ik heb nu nog een make-up video samen opmaken, zeg maar. Die is zo goed als af. Maar die plaats ik komende week ergens. Want anders wordt het een beetje te veel achter elkaar. Ik dacht alleen, ja, die 2 skincare video's, ik had zoiets van, ja, die horen wel bij elkaar, dus die wil ik wel na elkaar plaatsen. Dus ik dacht, ach, ze zijn klaar, dus ik kwak het er gewoon op. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden, SEO overload. Ja, dus ik heb best wel redelijk veel gefilmd. Eigenlijk viel het filmen nog wel mee, maar ik heb wel veel bewerkt de afgelopen dagen. Ja, soms zit ik gewoon in zo'n flow, de flow. en dan ga ik achter elkaar door, dus dan heb ik ineens wat meer. En ik heb ook tijden dat ik, dat ik blij ben als ik er 1 in de week heb. Of dat ik soms zelfs niet eens red 1 keer in de week. Maar goed,
ja, fluctueert een beetje, hè. Ja. Ja, ik ga altijd met een half slaaphoofd Kai naar school brengen. Dan heb ik mijn nog gelijk mee. En dan ga ik gelijk wandelen. Oh, het was gelukkig droog. Ja, het was gelukkig droog. Ik ga koffie zetten. Oeh, tot later. Goedemorgen. Het is nog steeds donderdag. Ik heb even gelegen. Ik denk 3 kwartier. Want ik wilde niet te lang. Ik wil namelijk toch nog even met de nieuwste vlog verder. Nee, dat is geen vlog. Dat is die make-up video. Make-up video. Oh, trouwens. Hoe vinden jullie deze? Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik hou van die roze tintjes, maar deze vind ik ook geweldig. Dus ik heb gelijk 2 besteld. Niks is niet zo duur. En voor wie het ook mooi vindt, waar heb ik hem gelaten? Deze lipgloss, dat is deze. En dat is de NYX Butter Gloss. Dus hij is lekker wat dikker, hou ik van. En dit is de Madeleine. Ik weet niet hoe je het wilt zeggen. Maar er staat Madeleine. En dat is dus deze. De NYX Butter Gloss. Ik vind hem zo mooi! Nou, ik ga dus alsnog... Ja, ik ben dus toch even gaan liggen daar straks. Want ik was kapot. Ik heb natuurlijk de laatste dagen zoveel bewerkt achter mijn computer. En ja, dat werkt door op mijn ogen, want ik heb natuurlijk niet best zicht. Hè? Ik mis wel wat in mijn zicht. Maar goed, dat werkt door op mijn ogen. Dan word ik hartstikke moe. Gisteren was ik al helemaal bijna ingekakt. En toen ben ik toch een beginnetje gaan maken met de make-up video. En voordat ik het wist, was het weer veel te laat. Ik raak dan in een hyperfocus door mijn ADHD. En dan ga ik door. En dan heb ik de tijd helemaal niet meer in de gaten. Dus het was weer eens veel te laat. Dus ik ben eigenlijk nog steeds moe. Maar goed, ik heb wel vanochtend even gelegen. Dus dat helpt. En zometeen ga ik hem afmaken, want hij is al zo goed als klaar. Wat is dit voor muziekje? Oh, of heeft dit soms met die video te maken? Ah, jongens. Hij gaat in première. 1, go! Ik denk, wat hoor ik toch voor muziekje? Dat is mijn video die in première gaat. Hij gaat nu in première. Hij ging vanochtend om 9 uur, ging die in première. Maar bij mij gaat nu pas dat muziekje op mijn computer. Heel raar. Nou ja, anyway. Ja, nou goed. Ik ga de make-up vlog zo afmaken. Als het goed is moet ik alleen nog muziekjes eronder zetten. En dan is hij in principe klaar. En dan moet ik nog even een thumbnailtje maken en zo. Maar ja, ik zet hem toch nog niet online. Ik ga hem wel vandaag vast uploaden naar mijn YouTube. Maar ik zet hem nog niet open. Want anders worden jullie doodgegooid met video's van mij. Dat is ook niet de bedoeling. Ik ga even verder. Zie jullie later. Doei! Hi, ik zie net in de stukjes die ik daar straks heb opgenomen dat ik hier een hele dikke liner had zitten. Ik was nog niet klaar toen de bel ging, toen de glazen wassen kwam. En ik ben helemaal vergeten om dat weg te werken. Dus deze die was hartstikke lang en deze niet. Ja. En ik heb dus al die tijd met hier een dikke lijn gelopen en hier niet. Ja, nou, zo gaat dat. Nou, er is er één in slaap gevallen. Lieve. Ja, hij is gewoon in slaap geduveld. Ja. Ja. Oeh, ja, er komt er nog één bij. Ja, dat is een hond, hè? Wil je ook aandacht, Manu? Ja.
Had je ook aandacht? Nou, niet de poepgat in beeld. Baby wil graag de poepgaatje in beeld. Ja, vindt ze leuk. Hé? Ja. Nou, wat gezellig aan, jongens. De haar aan mijn neus. Ja. Wat heb je daar? Kostje. Ik zit te bedenken wat we moeten eten. Wat hadden we gisteren? Ah ja, gisteren hadden we boontjes, vis en aardappeltjes. En Kai heeft best goed gegeten. Heel blij om. Even kijken, boontjes hebben we gisteren gehad. Ik kan een Portugese soep maken. Ui. Knoflook heb ik. Ik heb in ieder geval knoflook. Ik heb wortel. Ui gaat erdoor. Ik heb alleen normaal gesproken doe ik ook courgette door. En dat heb ik niet in huis. Maar ik heb wel aardappel. Als je het met courgette doet, dan maak je hem eigenlijk... meer koolhydraatarm. En... Het gaat erom dat hij wat dikker wordt. En dat kun je dus zowel met courgette doen als met aardappel. Ik weet alleen niet of ik genoeg aardappel heb. Boontjes. Kijk. Je doet er gewoon flink wat aardappel door. Kan dus ook courgette zijn. Als je geen aardappel wil, je kan ook courgette erbij doen, dat kan ook nog. Maar dit maakt de soep wat dikker en dat is de bedoeling. Ik doe er worteltjes door, ik doe er 2 uien door. Ik doe er of 2 kleine of 1 grote teen knoflook door. Bouillon, een klein stukje en nog een hele. En boontjes. Wat je dan doet is dat je eigenlijk... Ik doe meestal eerst... Heb ik genoeg olijfolie? Ja. Je doet eerst olijfolie in de pan. En dan fruit je de uitjes al licht aan. Ze hoeven niet donker te worden. Gewoon licht aanfruiten. Dan kun je eventueel de knoflook er ook alvast bij in doen. Ik doe vaak de wortel er alvast bij in. Want dat is heel hard. Nou, en op een gegeven moment doe je dan boontjes erbij in, aardappelen erbij in en de bouillon. En als je dus wilt, kun je nog courgette doordoen. Je kunt hem ook maken met pompoen, heel gezond en ook lekker. En je moet flink wat olijfolie gebruiken, dat is best wel belangrijk. Dan kook je dat allemaal en als het gaar is, dan doe je het in de blender. En dan heb je Portugese soep. Zorg dat je er niet te veel water bij doet. Ik doe het liefst wat minder water. En als ik het dan geblend heb en hij zou te dik zijn, dan doe ik er wat water bij. Want het is een dikkere soep. Het moet een wat dikkere soep worden. En die soep is heel gezond. In Portugal gebruiken ze die soep heel veel voor kinderen. Dus dan geven ze eerst die kinderen soep. En dan eventueel de rest van het eten. Of ze nemen het als voorgerecht gewoon, sowieso. Ze hebben ook wel dat ze het gewoon zo eten, als gerecht. Maar dat doen ze dan vaker tussen de middag eigenlijk. Als ze het 's avonds doen, is het vaak erbij. En in Portugal heb je ook nog wel eens, dan krijg je enorm veel vlees of wat dan ook. En iets van aardappel of chipjes of weet ik wat op tafel. En als groente hebben ze dan de soep. Dus ja, ik probeer het de laatste tijd weer wat vaker te maken. En ik denk dat ik dat vanavond ook ga doen. Want ik heb niks anders in huis. En het is gewoon gezond. En ja, brood is niet gezond. Maar goed, we doen er dan een broodje bij met wat boter erop. Altijd roomboter gebruiken, heb ik geleerd van cardiologen. Nou, ik ben aan het koken.
Zo ziet het er dan uit. Dus ik heb aardig wat aardappel erdoor. Aardig wat boontjes. De worteltjes zitten een beetje onderop. Maar er zitten ook aardig wat worteltjes door. Ik heb 3 kleine teentjes knoflook gedaan dit keer. Vrij veel olijfolie. Ik doe echt wel zo'n bodem olijfolie in de pan. En dan fruit ik dus eerst de uitjes aan. Dat hoeft niet lang. Dan doe ik de knoflook erbij, gewoon in stukjes. Want je gaat het uiteindelijk toch blenden. Dan doe ik de worteltjes er nog even bij. Nou, dat roer ik een paar keer door. Laat ik een minuutje even gaan. En op een gegeven moment doe ik het water erbij. En de boontjes en de aardappeltjes. En dit laat je koken tot het gaar is in de blender. En die daar ligt nog steeds te snurken. Hij heeft wel vanmiddag even gespeeld. Hij heeft even in het speeltuintje gespeeld. Alleen toen begon het geloof ik te regenen. Toen kwam hij weer naar huis. Nou, toen is hij op de bank gaan liggen. En op een gegeven moment was hij knock-out. En dan kunnen we straks eten. Hi! Goedemiddag. Nou, die heeft super goed zijn best gedaan met zwemles. Hij heeft dan zo'n ding achterop dat hij niet kan zinken. En elke keer was hij een beetje aan het zwemmen naar het midden van het bad. En dan ineens, hop, zo zijn hoofd even onder water en weer omhoog. En dan zwom hij weer verder. En dan deed hij het later weer. Ja, voor een kindje wat echt niet eens druppels in zijn gezicht wilde hebben. Doet hij nu gewoon zijn gezicht onder water. Ik vind het zo cool. Nou. Super, super trots op dat mannetje. Ik ga even een beetje, hij wil een beetje soep, dus ik ga een beetje soep voor hem opwarmen. En dan eten we vanavond lekker simpel. Want ik denk dat ik gewoon patatjes ga bestellen. Ja? Wil je met mij gaan spelen? Ja, zometeen Kai, even wachten. Oké. Dus hij krijgt even een kommetje soep. En dan eten we. En dan eten we straks iets van patatjes of zo. Want we hebben de afgelopen dagen best gezond gegeten. En hij wilde graag patatjes. Ik zei dat kan, maar dan moet je wel zometeen een soepje nemen. Nou, dat was goed. Dus kijk, dit is trouwens hoe de soep wordt. Dus vrij dik, maar ook weer niet te dik. En hij is heel zacht. Het is een hele zachte structuur. Dus, nou. Echt zo lang geleden, jongens, dat ik nagellak heb opgehad. Ik wilde eigenlijk gel nagels laten doen. Dat heb ik ooit eens gehad en dat vond ik zo ontzettend mooi. En dan niet hele lange, gewoon ietsje langer dan mijn eigen nagel. En dan het liefst iets van een French manicure of zo. Ik vind dat nog steeds heel erg mooi. Alleen ik heb best wel dunne nagels van mezelf al. En ik weet, je kan nagels ontzettend lang laten zitten, hè? Kunstnagels. Ik ken ze, die ze nooit afdoen. Mijn huishoudelijke hulp heeft, normaal gesproken heeft zij ze ook. Nu niet meer, omdat ze zoveel moet schoonmaken.
Maar zij zegt ook, ja, ik liet ze er nooit afhalen. Ik liet ze altijd bijvullen. Ik heb dat jarenlang gehad, zegt ze. Ik zeg, ja, maar als je ze er dan uiteindelijk af laat halen... Ik zeg, mijn nagels zijn dan echt zo dun en zo pijnlijk. Ze zegt, ja, dat was bij mij maar een paar dagen en toen was het over. Ik denk, nou... Dus ik zit een beetje te twijfelen om weer zoiets te laten doen. Ja, het is ook weer geld, hè. Dat zijn van die luxe dingetjes waar ik het eigenlijk dan weer niet voor over heb. Deze is van Essie. Ja, Essie. Zo word ik ook nog wel eens genoemd. Ja, ik heb liever S, moet ik zeggen, hoor. Maar ja, er zijn mensen die Essie zeggen. Maar dit is de Treat Love and Color. Strength Color. Deze is gelijk een soort nagelverharder. Dus ik ga gewoon kijken hoe lang dit het houdt. Ik moest 3 lagen erop doen voordat het niet meer heel erg doorscheen. Dus ik heb 3 lagen nagellak moeten doen. Elke keer wachten tussendoor. En aan het eind heb ik gewoon van die nagelverharder nog eroverheen gedaan. Ik dacht, ja, probeer gewoon wat. Goedemorgen. Nou, ik ben weer aan het veranderen geweest. Een beetje hoor, dit keer. Een beetje. Niet veel. Dit staat allemaal nog hetzelfde. Ik zal het even laten zien. Het is trouwens zaterdagochtend. Vlog is net online gekomen. Ja. En we zijn nog maar niet zo lang wakker. Dus... Oh, hier liggen even de kussens van buiten. Maar dit hadden jullie al gezien. Dat de bank wat verder naar voren had. Kijk. Het is een beetje donker, dus je kunt het niet zo goed zien. Maar binnen zie je het wel goed. Ik heb de open haard even hier neergezet. In het midden. Want als we nu op de bank zitten. Kijk. Ja, het lijkt nu een zwart gat, maar dat komt omdat het licht van de andere kant komt. Daardoor had ik wat meer ruimte rondom de tafel, kijk. Dus die heb ik nu wat meer in het midden van dat stuk gezet. En ik heb het kastje hier neergezet. Gewoon ruimte rondom de tafel, want dat hadden we niet. Dus dat is elke keer een geprop om erachter te komen. En de haard hebben we nu echt bij de zithoek. Nou, die zit in zijn naki, dus hij moest even een dekentje om van mij. Ik hoop wel dat we nog echt zomer krijgen, want ja, het zwembad staat er natuurlijk ook niet voor niks. Ja, van mij mag het echt wel tussen de 25 en 30 zitten hoor, minimaal. Ja, kijk, normaal moet ik deze dingen vullen voor ijsklontjes. En die zitten dus ook gevuld in de diepvries nu. Maar bij de Aldi hadden ze deze dingen. En... Dat zijn dus gewoon plastic dingetjes met water. Die je dus kunt invriezen. En dan heb je ijsklontjes. Dus we hebben ze al gebruikt. Werkt perfect. Werkt echt perfect. En het voordeel vind ik. Een ijsklontje smelt natuurlijk helemaal in je drinken. Dus dan wordt je drinken op een gegeven moment ook wat wateriger. En daar hou ik niet zo van. Vooral bij bepaald drinken niet. Ik bedoel, sommige drinken vind ik het niet zo erg bij. Doe ik zelfs een beetje water door. Appelsap doe ik ook altijd een beetje water door. Maar bij bepaalde dingen vind ik het gewoon niet fijn als het heel waterig wordt. Deze dingen, die smelten ook, maar van binnen. Die flesjes van de Aldi, die Una geurdingen, had ik er een paar van ingeslagen. Nou wilde ik een nieuwe pakken laatst en die doet het niet. Als je hem indrukt, gebeurt er niks. Ik heb van alles geprobeerd, maar hij doet het gewoon niet. Dus die kon ik weggooien. En dat was gewoon een nieuwe, daar baal ik van. Vind ik echt zo zonde. Maar ja, dat gebeurt. Ja, nou misschien even mijn schilderijtjes. Dit was nog een aquarel schilderij.
Maar even hier neergezet. Ik had toch over dat ik een andere salontafel wil, al heel lang. En ik heb nu dus deze, maar die is best wel groot. Ja, hij lijkt op camera niet zo groot, maar... En die heb ik al heel lang en die was ook tweedehands. Op zich niks mis mee. Maar nou zag ik er één. Hoe gaaf is die? Is deze. Dit is hem zeg maar van dichtbij. Mooi hè? Ik vind hem echt super mooi. En deze is... Oh, scheisse. Deze is... Even kijken hoor. Afmeting... De afmeting kleine tafel 42 diameter. En de hoogte 33. Dus mooi laag ook. En dan de grote tafel is doorsnee 54 centimeter. Dus nog steeds kleiner dan die. En de hoogte is 39 centimeter. En het is mango hout. En ik vind hem super mooi. Dus ik denk dat ik hem ga bestellen van mijn vakantiegeld. Hij was 140. En hij is nu... Waar staat hij? Hij is nu 89. En hij was 140. Dus hij is best wel afgeprijsd. Dus ik ga die bestellen, denk ik. Ja. Ik denk echt dat dit heel mooi kan staan. Dus, ik ben heel benieuwd naar die tafeltjes. Ik denk dat dat heel mooi gaat staan. En dat het echt past hier. Jij bent. En wij met een gerode inkt. Oeh. Wat moet ik de mijne doen dan? Nou, als je niet wil dat ik win, dan moet je me hier doen. Vier op een rij. Dat denk je maar. Oeh, Kai wordt er goed in. Nou. Degene die een eigen kleur heeft, moet zijn eigen kleur ook doen. Maar mag deze. Kijk, als ik het gesteld heb, net, dan zit het zo. En als ik een minuut of weet ik hoeveel verder ben, dan zit de slag er weer in. Ja. Oh, we zijn heerlijk in bad geweest, hè Kai? Wat bedoel je? We zijn lekker in bad geweest, hè? Ja. Oh, zo lekker. Lijkt een beetje op zwart. Ja. Nou, hij is heel donkerblauw, Kai. Ik heb een jurkje aan. En na donkerblauw op paars en daarna komt roze. Goedemiddag. Het is zondag en ik heb me weer even opgemaakt. En ik heb nu een beetje oogschaduw op. Ik weet niet of het te zien is. Mijn licht is niet al te best, maar heel mooi oogschaduw met een glans. Een heel fijn glittertje zit erin. Oh, ik ben zo benieuwd naar die tafeltjes die ik heb besteld. Zien jullie dat mijn haar beter zit? Kijk, nu valt het meer. Zie je, dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil. Ik heb hier even ander spul gebruikt wat ik nog had. Ik heb het toen één keer geprobeerd, maar toen werkte het niet zo best. De Giovanni Straight Fast Straightening Elixir. Beetje gel serum-achtig, zeg maar. Maar dat heb ik nu gewoon weer gedaan gisteren. En dat moet je nat haar doen en dan moet je drogen.
En eventueel dus stijlen. Ik heb het dus een keer eerder gebruikt. 1 keer of zo. En daarna eigenlijk niet meer. Ik denk, ik weet niet waarvoor ik het toen heb gebruikt. Maar op een of andere manier was ik er toen niet tevreden over. En nu eigenlijk wel. Kijk. Is er eentje aan het huilen beneden. Ja. Hij wil de buren vragen of ze kunnen spelen. Maar hij wil niet alleen. En ik heb zoiets van... Voorheen ging hij zelfs alleen naar het speeltuintje hier. Dat wilde hij ook ineens niet meer. Hij moet leren dat hij dat soort dingen zelf doet. Zij stonden daar straks ook alleen hier aan de deur. Nou. In ieder geval. Maar je moet dit soort dingen wel leren doen, lieverd. Hey, je wordt 6. Naar de buren kun je zo heen lopen. Het is niet eng. Ze eten je niet op. Ze kunnen hooguit zeggen, het kan niet. Dat is het enige wat er kan gebeuren. Het enige wat er kan gebeuren is dat ze zeggen, het kan niet. Nou, dat hebben wij ook wel eens. Dus dat is helemaal niet erg. Ja? Nou, anyway... ik heb dus een jurkje aan met blote beentjes, maar daar gaan gewoon mijn lange laarzen onder. Dat kan prima. Het is niet echt lekker weer. Ja, het is droog, maar af en toe komt wel de zon door. Maar het is niet super warm vandaag, dus ik dacht ik doe gewoon lange mouwen aan. Nou, ik heb alweer genoeg voor een nieuwe vlog, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de vorige vonden. Ja, wat jullie van de video's vonden, van de skincare, van de make-up video. Ik had slecht licht, dus wat dat betreft ziet hij er niet al te best uit, vind ik. Maar het idee was goed bedoeld en ik dacht gewoon, misschien vinden jullie het leuk om vaker zoiets te doen. Misschien een keertje ook zo met wat oogschaduw erbij of weet ik het, een keer een beetje een ander lookje. Ik doe ook wel eens gewoon grijze oogschaduw of zelfs blauwachtig of groenachtig. Of kan ik ook een keer laten zien. Dat zijn dingen wat ik meer doe als ik echt iets bijzonders heb of zo. Maar over het algemeen is het zoiets als nu, zeg maar, met een beetje glans op de ogen. En voor de rest niet heel veel qua oogschaduw en zo. Maar goed, als jullie het leuk vinden, dan vind ik het wel leuk om het vaker te doen. Kan ook gewoon in de vlogs, dat ik gewoon even opmaak tijdens de vlog, kan natuurlijk ook. Dus ja, ik ben een beetje verkouden aan het worden. Maar laat me weten wat jullie ervan vonden. Ik weet van een aantal die het heel leuk vonden en waar ik de eerste hele lieve reacties van heb gehad. Echt super. Mijn ogen zijn natuurlijk niet al te best meer. Ik zie gewoon hier, normaal als je recht voor je kijkt en je doet dit, dan zie je door je ooghoek je hand bewegen. Ik zie mijn hand niet eens. Dus ik mis hier, zicht. En op een of andere manier heb ik dus moeite met details. Hele kleine details. Dus, nou ja, goed. In ieder geval, ik moet zo even nog langs de winkel even wat dingetjes halen. Zit te denken om misschien vandaag nog even met de hond te wandelen. Nou, Kai die wil eigenlijk spelen, maar ik weet niet of ze kunnen en willen. Maar goed, kunnen we wel even proberen. Verder heb ik heel veel wasgoed, as usual. En volgens mij heb ik verder niet zoveel nieuws eigenlijk. Ik zal even kijken wanneer ik deze online gooi. Ik zeg altijd, ik wil in het weekend een vlog en dan tussendoor eventueel andere video's. Maar het kan best zijn dat deze door de week komt. Ja, ik vind het een beetje lastig om mezelf vast te leggen. Dus dat doe ik liever niet. Dus mocht je nieuw zijn, abonneer dan. Dan ben je altijd op de hoogte als er weer wat nieuws komt. Als je het leuk vindt natuurlijk. En vind je de video leuk? Vind je de vorige video's leuk? Laat een likeje achter, want dat zegt mij ook weer heel veel. Plus het helpt ons om iets hoger op te komen in het algoritme van YouTube. Dus nou, reacties, altijd leuk. Vragen, mag altijd.
Heb je persoonlijkere vragen, kan ook eventueel bijvoorbeeld via Facebook Messenger of het kan ook via Instagram berichten. Ik zit alleen niet zoveel op Instagram, ook niet op Facebook hoor, maar die Messenger van Facebook die krijg ik binnen en van Instagram heb ik dat uitstaan. Dus van Facebook zie ik het iets eerder dan van Instagram. Op beide doe ik niet veel, moet ik zeggen. Ik ben niet zo heel erg van de social media verder. Ik vind YouTube vind ik geweldig en voor de rest zit ik er niet zo gek veel op. Maar goed, mocht je vragen hebben die je niet zo openbaar neer wilt zetten, dan kan dat natuurlijk gewoon. En dan kijk ik wel of ik kan antwoorden of niet. Ja, ik denk dat ik hem ga afsluiten en dan zien we jullie heel snel weer. Dus... fijne week, want het is nu zondag. Dus ik weet niet wanneer ik hem plaats, maar ik hoop dat jullie een fijne week gehad hebben of hebben. En tot snel. Doei! And I think to myself.